Ja joh, die Minardi die heeft een hele goede tijd neergezet. Ja, echt een hele snelle tijd van Pitstra. Ligt tweede op dit moment in de derde vrije training. Dus op dit moment is ze inlap, dus ze gaat nu naar binnen. Maar ja, zien we hier de resultaten. 200ste verwijderd van de Mercedes. Het is echt heel close in de top 3. Heeft die Minardi misschien een aansluiting gevonden aan de top? Ik weet het niet zozeer, maar ja, we gaan eens kijken naar de kwalificatie zometeen. Yo, hallo daar dames en heren en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van My Team Career Mode. We zijn inmiddels weer bij de GP van Monaco, aflevering 7. Helaas is het niet gelukt de dagelijkse uploads van een week vol te houden. Dus ja, daarom ben ik er vandaag op de vrijdag voor de GP van Monaco hier ook. Het jubileum en de kroon van het Formule 1 feest. Als we nu even naar de R&D tree gaan en kan hier niks upgraden op dit moment. Want ja, aan iedere tak heb ik wel één upgrade en ik kan er niet meer installeren helaas. Het ligt misschien niet aan de hoeveelheid resource points, maar gewoon omdat het gewoon niet kan en dat moeten we gewoon upgraden in onze facility. En zoals je ziet, AlphaTauri net voor ons, staat 2016 tussen mij en mijn rival Antonio. En dan gaan we nu naar de kwalificatie toe voor de GP van Monaco. Nou, en daar zitten we dan in de garage, Jeff, op dit moment. Niks te zeggen qua introductie. Ik denk dat we gewoon moeten knallen op dit circuit en wilt ons maximale focus geven. Als we even de setup gaan checken of alles wel goed is. Nou ja, als je wil mag je hem kopiëren van mij. Ik heb hem gewoon van het wereldrecord afgehaald. PlayStation 4 van Time Trail. En als ik nu, nou ja, kies om een te onderdelen de tweede set banden, omdat ik denk, ja, meestal als ik dat doe in career, dan haal ik dan een goed resultaat. Als Jeff nu even praat over overstuur, terwijl ik denk, ja, de rotatie heb ik hier wel nodig. Dus overstuur op dit circuit is best handig, want je moet risico nemen met de setup ook. Als je zeker weet hoe snel het gaat als de motor gewoon aan wordt gezet. En dan zien we hier onze eerste run. Ik had een beetje een stuurcorrectie daar in de laatste sector. Het was ook algemeen een beetje een roestig rondje. Als we doorgaan door de laatste bocht heen. We openen de DRS, heel veel wielspinnen en een overstuurmomentje. Dus ik denk zeker dat we nog wel een halve seconde eraf kunnen halen. Als we een 10-3 zetten, snelste tot nu toe. En de pace ziet er tot nu toe heel, heel sterk uit. Echt heel sterk. En ik dacht bij mezelf, ja, de difficulty misschien wel goed genoeg. Ik denk, ja, zeker weten, want ik heb het gecontroleerd en het was gewoon, het stond gewoon op 107. Dus dat is gewoon prima, zou ik zeggen. Als ik nu gewoon een beetje doorskip de tijd om een beetje gewoon door te gaan naar de volgende sessie. Want deze tijd, om een van de reden, ik was comfortabel genoeg ermee dat we het gewoon naar Q2 zouden halen. Dus we laten de tijd gewoon een beetje uitlopen. Zoals we zien, Carlos Sainz voor nu achter ons. Als we nu gewoon de 100 XP krijgen voor de podiumpas, skippen dat. En we zijn door naar Q2 op de 12e plek. En als ik zo kijk naar met hoeveel we nog konden verbeteren. Als ik nu mijn tweede ronde afmaak, gaan we de start-finishlijn over. Een 1-9-8. Wauw, wat een tijd. Ik ligt bij mezelf echt, wow. Hoe is de pace zo goed? Ik vierde plek op dit moment. Maar ja, alleen de topteams, zeg maar, konden voor ons komen. Ja, hebben natuurlijk ook een betere auto. Nou, op dit moment, Charles Leclerc rijdt dan wel op de mediums. Maar ja, dat is echt, ik zat hier te twijfelen. Nou, zou ik misschien nog een keer naar buiten gaan voor de zekerheid? Maar ik dacht, nee, ik wil zeker weten twee runs hebben in de derde Q3 sessie. Dus ja, ik was maar aan het wachten en de pace was zo verbazend goed. Dus je ziet, nou ja, skipping maar naar de podiumpas. Dus je ziet, we zijn door naar Q3 voor de eerste keer in Best of the Rest. P7. Ik ga bij mezelf, dit kan niet. Dus ik dacht nu, weet je wat, ik ga de difficulty maar eens omhoog zetten met 1. Dus ja, daar zal ik nu even wat van laten zien. Van 107 naar 108 toe, omdat ik dacht, ja,
Het is echt heel gek hier, Roma. De pace leek wel heel goed te zijn. Nou ja, dan zetten we de motor weer aan om voor onze laatste runs in Q3 naar buiten te gaan. Als je ziet, de eerste run in Q3 gaan we nu afmaken. Was niet het beste rondje, kan ik zeker nog wel wat tijd van afhalen. Maar ja, dan gaan we nu start-finishlijn over en we zetten een 1-10-2-5-4. Het is genoeg om achter de Racing Points te staan. Voor nu nog voor Charles Leclerc, maar ja, die zou zijn tijd sowieso nog een keer verbeteren. Maar ja, geniet van een rondje op Monaco hier. We doen even een hot lap en dan zie ik jullie aan het einde van de ronde. Geniet ervan. Nou, dan zijn we aangekomen in de laatste bocht. Je ziet het, we hebben hier een verbetering van bijna 14e en hoppa, we zijn de lijn over. En we starten, jawel, P7. Hoe ik het heb gedaan, ik heb geen flauw idee. 200 XP krijgen we hiervoor voor de podiumpas. Daar zitten we niet heel veel mee op, aangezien we 3500 moeten hebben. Maar ja, dan krijg ik een livery en... de Britse outfit. Om de top 3 door te nemen. Verstappen, Bottas en Alexander. En ja, zoals je ziet, we hebben 1-9-8 neergezet. We zijn morgen live zonder reclame. En een 1-9-1 voor jou hoor, Max Verstappen. Hij heeft pole position. De Nederlanders worden gek, joh. Hij heeft gewoon pole position op de GP van Monaco. Geweldig hoor, geweldig. Maar ja. En zoals je hier ziet, 5 punten voor Antonio op dit moment. 22-17 met nog 2 race rondes te gaan. En dan krijgen we hier level 5 en level 6 voor mij en Gilto. We gaan gewoon weer lekker omhoog. En we zijn nu level 8, dus nog 2 levels te gaan. En dan worden wij... dan kunnen we nog een sponsor op de auto zetten. Wat voor meer geld zorgt. Maar dan gaan we nu naar de introductie van de race kijken wat Olaf Mol te zeggen heeft. Een echte straatrace in de ware betekenis van het woord. Dit was hoe Mr. Monaco, wijlen grote Graham Hill, dit iconische evenement ooit omschreef. De auto's waarin wordt gereden zijn natuurlijk sterk veranderd de afgelopen halve eeuw, maar toch racen we op diezelfde openbare wegen langs de Middellandse Zee. Er is geen zegen die meer wordt begeerd dan die van de Grand Prix van Monaco. We zijn dit weekend weer aan de Franse Riviera op het 3,4 kilometer lange circuit de Monaco. De auto's klimmen zo'n 40 meter heuvelopwaarts langs het casino, alvorens af te dalen naar de haven via sector 2. Het is een zeer korte rit vanaf pole position naar de eerste van 19 bochten hier. Maar verwacht vandaag niet al te veel inhaalacties. Bas van Damme is er weer bij voor de race van vandaag. Goed, we bespreken Lewis Hamilton kort. Het was een mooie overwinning in de laatste race. Wordt het momentum dit weekend vastgehouden? Het is altijd fijn om met een goed gevoel aan een Grand Prix weekend te beginnen. Maar je verwachtingen zijn eerder gebaseerd op de oefening en kwalificatie. Het is het niveau van die sessies dat ze hopen mee te nemen naar de race van vandaag. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Max Verstappen heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. Verder op de grid hebben we Albon, Vettel, Lewis Hamilton en Leclerc, Drake, Perez, Ricciardo en Lance Stroll, Sainz, Norris, Esteban Ocon en Gasly, Fiat, Raikkonen, Romain Grosjean en Antonio Giovinazzi, Magnussen, Russell, Giotto en Nicolas Latifi. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Nee, Jeff, niks te zeggen. Nou, hij zegt gewoon een keer niet tegen een YouTuber, be careful to send the vod. Dat is bocht 1. Nou ja,
Was ik ook zeker niet van plan om heldhaftig te gaan doen daar. Maar ja, zoals je ziet, het wordt gewoon een standaard eenstopper. Van de soft naar de mediums. Ik dacht, brandstof hoef ik niet heel veel meer bij te doen. Maar ja, we kunnen hier grootste punten scoren. En daar wil ik zeker weten voor gaan. Een podium. Ben ik wel heel optimistisch. Maar ja, als ik zie, Charles Leclerc start wel op de mediums. Dus wij zouden in het begin meer grip moeten hebben. Wie weet dat we hem kunnen pakken. Maar ja, dan zijn we nu aan het einde van de formatieronde gekomen. Bandjes zijn opgewarmd. Voorkant was wat lastiger op te warmen, want ja, je rijdt heel langzaam op Monaco. En dan wachten we tot de rest aansluit. Als Jeff dat ook even zegt. Maar ja, laten we er gewoon maar wat van gaan maken. Want dan gaan de lampen gaan één voor één aan. 1, 2, 3, 4 en 5. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg met de eerste GP van Monaco in My Team Career. We hebben een geweldige start vergeleken met de twee Ferraris. En we duiken hier aan de binnenkant van Charles Leclerc. Ik had nog een klein gaatje, dacht ik, te zien bij Vettel, maar hij doet de deur dicht. Maar Charles Leclerc schiet hier langs wat met dat Ferrari vermogen. Wordt waarschijnlijk wel gepatcht, maar ja, kijk, hier hebben we misschien genoeg grip om aan de buitenkant te duiken, maar nee. Als ik wel een beetje een overstuurmomentje heb, maar ja, we zitten op dit moment voor P7 of doen we dat wat? Nee hoor, we duiken hem hier vol aan de binnenkant. We vertrouwen elkaar dat ik en Charles elkaar genoeg ruimte overlaten. En elkaar niet in de muur drukken. Maar dan is het op dit moment gewoon settelen voor, jawel, P6, 8 punten. En volhouden op dit moment. Hopen dat we dit kunnen halen. En ja, dat was dan wel een beetje de startfase voor deze race. En ja, Jeff zegt het ook. We doen het goed. En op dit moment dacht ik, ja, we hebben de grip. We kunnen misschien net weg rijden van Charles Leclerc. Of hij houdt ons bij, maar nooit dichtbij genoeg om ons aan te vallen, hoop ik. En ja hoor, dan gaan we door deze geweldige sectie in sector 3. Echt, ik hou van deze sector. Echt best misschien wel een van de best op de kalender. Want je vliegt echt op de limiet langs de barrières en zo. De muren. Maar ja, weet je, gewoon een beetje achter Vettel aansluiten. Max ligt nog steeds aan de leiding, dus dat doet hij goed. Wie weet dat hij hem kan winnen deze race. Zeker weten is dat wel gerechtigheid. Als we nu doorgaan naar ronde 6. Helemaal daar naartoe geskipt. Want ja, gebeurde gewoon niet al te veel voor de rest in deze race. Maar ja, je zou verwachten dat er nog wel wat dingen gaan gebeuren. Want we zijn pas op de helft van deze video. Ongeveer, er iets voor. Als we zitten nu in ronde 8. Wanden zijn daar een beetje achteruit gegaan. Dus zoals je ziet, Charles Leclerc komt heel dichtbij. En ja, onze motor begint ook aardig te versluiten. Een paar Zo, praten is moeilijk zeg. Onze motor is aardig aan het slijten op dit moment. Ja, ja, zoals je ziet, MGUH over de 70 heen is niet goed als we nu rond de 10 in zijn. We zijn Vettel achtervolgd. De pits in, want ik dacht, weet je, ik wil niet dat hij een undercut heeft. Misschien dat onze pitcrew een wonder kan verrichten. Maar ja, eens even kijken of ze dat doen en ze doen het. En dat is een wereldrecord heb ik het idee. 1,8 seconden. Beste pitcrew op de grid, joh. Echt constant, we hebben zoveel goede pitstops gehad. Dat is echt niet normaal. Als we nu aansluiten tussen de twee Williams van Latifi. En ja, Latifi heb ik uiteindelijk ingehaald. En we sluiten nu aan achter Giotto. Dus dan sluiten we aan, we duiken hier even aan de binnenkant. En ook nou, een klein gaatje bij Hamilton. Maar nee, hij heeft de rotatie om daar weg te rijden. Dus onze teamgenoot genoeg ruimte moeten laten. Ik had misschien hier net wat meer ruimte over moeten laten. Want ja, ik tikte hem hier wel aan op de achterkant. Maar ja, dat is allemaal achteraf, had ik daarna gekeken, dus ja, helaas. Als ze nu aansluiten gesloten bij Hamilton, want hij wordt hier heel erg opgehouden. Door de twee Haas-auto's hiervoor. En weet je wat ik doe? Hoppa, ik duik aan de binnenkant, want ik wil Hamilton geen kans geven om weg te rijden. Want ik weet dat als ik hem voorzit, onze resultaat alleen maar beter kan worden. En in tegenstelling tot Giotto laten we Hamilton nog wel iets meer ruimte over. Maar ja, dat is ook omdat Hamilton misschien net wat meer naast ons zat. Overtake mode staat aan. En dan beginnen we de twee hazen hier onder druk te zetten. Van Kevin Magnussen en Romain Grosjean. Maar ja, weet je, ik wil gewoon niet opgehouden worden hier. Ik wil gewoon zo snel mogelijk naar de voorkant. En zo weinig mensen voor me hebben op Monaco. Maar ja, daar was het zeker niet. Het was onze favoriete overtake punt. Kraak je Grosjean nog wel een beetje? Misschien een beetje kunnen wachten. Maar ik wou echt niet achter ze blijven zitten. En met de grip halen we gewoon lekker Kevin Magnussen in. Mooie overtake mode. Nou, wie zegt dat je hier niet kan inhalen op Monaco?
Ik niet, want ik weet zeker dat je het kan. Het is gewoon, zodra je de goede overspeed hebt, genoeg grip, dan is het zeker weten mogelijk. En ik zat die twee rondes vast achter Grosjean. Ik dacht, hoppakee, aan de binnenkant hier ook. Dit was iets waarvan ik dacht, ik krijg er ook een waarschuwing voor. Maar ja, het is geen illegal overtake en dan denk ik, ja, dan blijf ik er maar gewoon voor. Want ja, ik werd gewoon opgehouden en ik was gewoon veel sneller en ik wou er gewoon zo graag langs. Als we nu sector 3 ingaan en je ziet onze rivaal Antonio Giovinazzi ligt voor ons. En we gaan waarschijnlijk echt heel veel tijd pakken in deze laatste sector, want hij rijdt op jawel 17, bijna 18 rondes inmiddels. Oude banden vergeleken met onze banden die 7 rondes oud zijn, dus veel verser en je ziet hoeveel meer grip en hoeveel meer tractie we hebben. Dus op ieder gedeelte pakken we wel tijd. Misschien net niet op het rechte stuk. Maar ja. Een heldendaad in Sandevold. Hoppa, aan de binnenkant. Prima gedaan, prima move. En dan gaan we maar eens door naar Alexander Albon. Want hij wordt opgehouden door ook een Alfa Romeo, Kimi Raikkonen. Die ging uiteindelijk naar binnen. En ja, zitten we nu wel heel dicht bij Albon. Maar ja, die Red Bull was rap deze race. Zoals je hier ziet, Kvyat zat er nog voor. Hield heel erg zijn zusterteamgenoot op. Want ja, AlphaTauri en Red Bull zijn related aan elkaar. Het is een beetje juniorenteam AlphaTauri. Maar ja, op dit moment, Albon was in schone lucht. En no way dat ik hem nog in kon halen. En zoals je ziet, de strategie van Charles Leclerc. Hij is niet opgehouden. En zijn overcut heeft gewerkt. Want hij is op dit moment, jawel, ligt hij gewoon P. Ja, een effectieve P2. Bottas ligt tweede op dit moment. Ronde 28 op dit moment. Ja, gewoon even jullie laten genieten weer van de derde sector. Want we vliegen hier lekker doorheen. Vlak langs de muren. En zoals je ziet, het wordt best bewolkt. En wat ik wel leuk vind aan de game is, het werd bewolkt. En als je misschien ook even van het circuit afkijkt, zie je dat de lantaarnpalen aan zijn gegaan. En Valtteri Bottas ligt eruit. Een mechanisch probleem heeft ervoor gezorgd dat Bottas er niet meer in ligt. En jawel, daar is de gele vlag. Daar ligt hij. Nou ja, daar ligt zijn auto. Ja, eigenlijk wel, ja. Hij ligt er gewoon uit. Uit de race. Dus wij liggen nu op een, jawel, vierde plek met 4 rondes te gaan. En het regent. Zoals je ziet, als je kijkt naar de halo. De eerste druppels zijn gevallen. En inderdaad, de regen wordt ook nog eens zwaarder, dus dat is niet goed, want onze banden zijn echt wel heel oud. En dan zie je hier steeds meer druppels. Regen, regen en nog eens regen. Het is echt het is bijna ondraaglijk worden, joh. Maar als je ziet, laatste ronde. Als de Nederlanders weer eens vergek worden, want Max wint het juweel in de Formule 1 kroon. Hij wint de GP van Monaco, wel verdiend. En wel gerechtigheid na de jaren hiervoor. Maar ja, door de simpel chicane hier. De laatste twee bochten, want we glijden. Het was zo glad, maar nog net niet goed genoeg voor de intermediates waar we niet naar binnen voor zijn gegaan. Of alleen nog maar hier een goede exit te hebben. En ja hoor, vierde plek, 12 punten. Een geweldig resultaat. Dat ze zo'n ongelooflijk resultaat hebben neer kunnen zetten. Consistentie was vandaag echt belangrijk. Dat betekent dat je snel moet zijn, ronde na ronde na ronde. Als je dat kunt doen, dan kun je profiteren van de fouten van een ander zonder zelf fouten te maken. En met die aanpak kom je een heel eind. Red Bull is onze winnaar vandaag nadat ze geweldig stuurwerk hebben laten zien. Ze proberen de laatste tijd enorm te concurreren met de andere teams en dat werpt zijn vruchten af.
Eens kijken waar de coureurs staan. Het was niet het beste weekend voor onze klassementsleider. En zijn voorsprong aan de top is kleiner geworden. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Carlos Sainz was zeker niet iemand om te bespotten. Zijn mogelijkheid om de race-strategie heel nauwkeurig te volgen is prijzenswaardig. We zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Red Bull neemt het over als leider van het klassement. Ik ben uitgeput en uitgelaten met dit weekend vol Formule 1. Kom bij ons terug voor de volgende. Ja hoor, en zoals je ziet, P7 met 21 punten, eentje achter Racing Point. Ja, we doen het goed. En zoals je ziet, Red Bull heeft de leiding genomen in het constructeurskampioenschap. En het is zo close aan de voorkant. Tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull die nu aan de leiding ligt. Echt geweldig. En Max met die overwinning heeft zichzelf echt meteen in het titelgevecht gegooid. 18 punten nog maar achter Hamilton. Dus ja, als Red Bull betere resultaten kan gaan halen. Wie weet kan Max in my team kampioen worden. Maar ja, we hebben nu even een interview. En één stopper, heb je toch gezien? Soft naar mediums, doen we goed. Maar ja, aerodynamica, weet je, heb je nodig op Monaco, dus het ging prima. Nee, nou ja, dit was... Ik snap dat mensen het niet hebben verwacht, dus ik neem het je niet kwalijk. Oh, het weer, ja. Het is dat Science en Hamilton konden naar ons toe komen, maar ze konden ons niet inhalen. En weet je, een uitdaging is ook altijd wel leuk, dus... Ja, prima. Ik vond het echt helemaal goed. Nou ja, faam beïnvloed. Het is Monaco. Beetje onvermijdelijk. Dus ja, ik had de twee haas had ik misschien even mee moeten wachten. Maar ja, ik moest echt denken aan mijn race. En zoals je ziet, wow! Alle vier de upgrades, bam, geslaagd. Met de meeste tot 30-40% faalkans. Maar ja, ze zijn allemaal gewoon erop gegaan. Dus ik dacht hier meteen, 35% faalkans. Nou nee hoor, want de drag reduction zet ik er gewoon op. Ik dacht hier ook, ja. Een beetje aan het scrollen, welke ging ik doen. Ik dacht, het zat toch te besluiten om voor de turbocharger te gaan. Want die gaat wel heel snel achteruit. Als ik nog gewoon een beetje bezig ben met het managen. Op dit moment, zoals je ziet, 2 miljoen hebben we. En die hebben we gedaan dus, de marketing. Van 5 miljoen en de volgende kost 15 miljoen. Dus dat is best een verschil. Maar zoals je ziet, we gaan de kwaliteitscontrole doen. Die is dus onderweg. 30 mei. Dus vlak voor de GP van Baku. Waar ik zo meteen mee bezig ga. Dan zal die erop zitten. En dan zullen we betere kwaliteitscontroles hebben hierop. Wat echt zeker weten wel goed is. En ja, ik dacht, weet je, meteen nieuwe onderdelen erin gooien. Want... ja, we moeten dit echt gaan verbeteren, deze auto, want we willen natuurlijk uiteindelijk naar de titel gaan. En zoals je ziet, ja, weinig geld, onderdelen zijn versleten, maar we hebben gewoon nieuwe erop gezet, dus die komen er wel weer op. En zoals je ziet, nou, nog 2 levels te gaan, zijn we level 10. En dan kunnen we gewoon nog een sponsor aannemen. Ik hoop dat dat ook gewoon een goede is, die ons veel geld kan leveren. Maar ja, dat was dan het manage gedeelte wel een beetje. En dan gaan we wel skippen voor de rest. Naar de GP van Baku. En ja, klikken we aan. 26, 27, 28, hoppa. Hebben de activiteit hebben we ingepland. Al die verbeteringen krijgen we. Power unit, hoppa. Faciliteitsupgrade is ook gelukt. En ja, dan zijn we klaar voor aflevering 8... Ik weet niet wanneer, precies wanneer die uitkomt. Moet ik even naar kijken. Maar ja, dan ga ik jullie achterlaten met de hoogtepunten. Weet je, wat een race was dit. Ik hoop dat ik dit kan voortzetten voor de rest. Ik heb algemeen My Team Career Mode. Weet je, ik vind het super leuk om dit te doen. En ik zal ook gewoon blijven opnemen. Dit naar jullie blijven uploaden. Maar ja, dan misschien wekelijks in plaats van dagelijks. Of af en toe misschien een dubbele aflevering op één dag. Want ja, het is zomervakantie, dus ik heb misschien meer tijd. Het is volgende week. Ik zal het misschien nu alvast wel even zeggen. Ben ik op vakantie wel, dus dan kan het zijn dat er 2 weken lang even geen video's van mij komen. Of dat ik misschien even een paar video's opneem die op mijn USB zit. Mijn Chromebook of laptop meeneem en dan af en toe gewoon in de vakantie upload als ik weg ben. En ja, als je ziet, tik je net als een teamgenoot aan, wil je niet. Maar ja, dat was het voor mij. Abonneer als je meer wilt zien. Laat een belletje achter als je niks wilt missen.
gaat de outro muziek, gaat nu afspelen. Laat een reactie achter voor eventuele feedback. En laat een like achter als je het leuk vond. Weet je, je weet wat je moet doen. Je bent niks verplicht, maar weet je, ik probeer je gewoon maar aan te herinneren dat je dit kan doen. En het helpt me natuurlijk ook wel. En ja, voor de rest geniet van de hoogtepunten. Geniet van de muziek eventueel. En dan zie ik jullie volgende GP-video. Doei doei. All I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting down.